heb Piet Zwerts gevraagd om een compositie te maken voor ons ensemble. Om twee redenen in feite. Om het allerliefste met al ons, al de mensen, alle zes op de scène. Maar daar bestaan heel weinig werken voor. Pocke Vijf heeft een fantastische overture geschreven. In 2001 heeft Piet voor mij een klarinetquintet geschreven. Dat is bijna al 20 jaar geleden. En het is al regelmatig aan mij gevraagd als ik naar Amerika ga, zelfs in Japan, om het daar specifiek. Hè, ik mag Mozart uitvoeren, maar dan ook het mooie klarinetquintet van Piet Zwerts. Dus ik denk niet dat er een seizoen voorbij gaat waarin ik niet op vraag van een organisator het klarinetquintet van Piet Zwerts mag spelen. En, dus ik vond het echt wel nog een keer tijd om aan Piet een opdracht te vragen, omdat ik vind dat hij hele mooie dingen schrijft. Ik kende dat werk eigenlijk al lang, die Bestiaire. Dacht dat het misschien is dat wel eens iets dat ik ooit mee zou willen doen. En Poulenc heeft het gedaan, ik geloof zelfs Absil ook, als ik me niet vergis. Maar ik heb daar echt niet naar gekeken. Ik heb wel, ik denk, die lieder van Poulenc zelfs ooit gespeeld. Maar ik vond wel, daar zit soms heel dikwijls zo een bepaalde vorm van cynisme in, of spot en sarcasme. En ik kan u daar wel heel uitgesproken voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld om eentje maar te zeggen, de majestueuze leeuw, om maar te zeggen. Maar bij Apollinaire wordt hij gewoon eigenlijk belachelijk gemaakt. Hè? De depressieve leeuw die daar in een kooi en garmen in en zo zit in Hamburg. Dat is een compleet tegenovergestelde van wat wij zouden denken bij het idee of het beeld van een leeuw. Ik heb eigenlijk, en dat is iets dat intuïtief tijdens het schrijfproces ontstaat. Mijn aanvankelijk plan was om ze alle 36 te doen, maar dat was veel te lang. Op een bepaald moment raakt misschien de inspiratie op of voelt je dat er een verzadiging komt, muzikaal. En dan heb ik gewoon beslist ook om een opening en een einde te schrijven. Dus in feite zijn het maar 22 gedichten van Apollinaire en dan een overture, een kleine overture en een grand finale, wat een spottend woord is. Maar daar komt geen stoet van de voorbije dieren in voor, maar dat is echt een echte Franse uitsmijter, zou ik me dan durven zeggen. En zo leek mij dat te werken. En natuurlijk het getal 24 is altijd een mooi getal in de muziek. Hè? Guillaume Apollinaire, un écrivain français, 1880-1918. Alors le bestiaire, c'est, comme disait ma grand-mère, un accumoncellement. C'est un mot qui n'existe pas. Y a tout dedans. C'est léger. Il y a un sens, un contresens, un faux sens, un vrai sens, des allusions, parfois un sens pornographique. Mais dans tous les cas, il y a de la musique, il y a beaucoup d'air. Et il n'a pas fait ça tout seul. Il s'est adjoint un designer, on dirait maintenant, un dessinateur et un imprimeur pour faire un objet unique. Il est probablement mort d'un genre de coronavirus, dans des souffrances atroces chez lui. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Il est mort à 38 ans, mais il a écrit énormément de choses. Et puis c'est quelqu'un connu comme un poète incontournable. Quoi. Apollinaire aan dit soort gedichten te lezen en hem niet zo goed kennende in zijn andere werk lijkt me een erudiet en een man met gevoel voor humor. En een man met een intensief persoonlijk leven die dat toch op verdacht onderkoelde wijze en het licht ironiserend in zijn gedichten kan verstoppen. De kat. Wat men een thuis noemt, is voor mij een vrouw met reden aan mijn zij. Een kat die zich langs boeken plooit en vrienden voor elk jaargetij. Want zonder vrienden lukt het nooit. De uitdaging om dat soort condense poëzie te vertalen is om je er niet door te laten doen en door die eerst goed te lezen en vervolgens te laten liggen tot je een Nederlands vindt dat in de eerste plaats goed klinkt als Nederlands en niet perfect de vertaling is van het Frans. En dan bij elk woord zoek naar alternatieven die misschien iets dichter staan bij die veellagigheid. Maar de clue is toch, als je niks vindt dat helemaal het Franse dekt, toch tevreden zijn met wat het net niet is, maar wat wel goed klinkt. Le chat. Je souhaite dans ma maison une femme ayant raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison sans lesquels je ne peux pas vivre. L'idée van Le Bestiaire en dit te combineren met Carnaval des Animaux kwam eigenlijk van Piet. Hij had
een dichte bundel van Apollinaire in zijn kast staan en hij wilde al lang daar iets mee doen. En ja, het was nu het moment om dat ook wel te doen. En dan begin je natuurlijk een beetje te kijken naar programmering. En ik denk dat die Carnaval des Animaux daar fantastisch bij past. Niet alleen qua onderwerp, maar ook qua lengte. Nu dat we eigenlijk een heel mooi volledig concertprogramma hebben van meer dan 1 uur, waar iedereen blij mee zal zijn. Ik vind dat Piet Zwerts met zijn bewerking voor de Carnaval des Animaux heel mooi met kleuren heeft gewerkt. Dus hij weet perfect welk instrument welke tessituur aan kan, welke de kwaliteiten zijn van dit instrument. En hij probeert daar echt alles uit te halen. Dus de klarinet is een zeer zangerig instrument en daarom heb ik ook van een aantal delen de mooie melodie gekregen die oorspronkelijk niet voor de klarinet waren. Maar in het algemeen is het een heel mooie bewerking. Le Carnaval des Animaux, c'est une musique considérée comme légère, humoristique. Généralement, c'est toujours couplé avec le Prokofiev Pierre et le Loup. J'avais dans la tête un grand orchestre, c'est-à-dire avec beaucoup de vent, avec des cuivres, avec un plateau de percussion immense, avec beaucoup de... Rien, il n'y a rien. Il y a des cordes, une flûte qui joue le piccolo, une clarinette, je crois que c'est ça, un xylophone ou un harmonica de verre, et puis 2 pianos. Et bien, j'ai réfléchi après, quand j'ai réécouté, je me dis, mais où est-ce que c'est tout ce que j'avais imaginé? Oui, alors certains musicologues disent que Saint-Saëns était un grand compositeur, mais n'était pas un génie. Pauvre abruti, mais vraiment, sont des gens... Mais d'où vient l'idée que ce monsieur était solide, mais pas génial? À mon avis, sont des cons. Sont des cons qui n'ont jamais lu toute sa musique. Sont des incultes. Ils doivent connaître 3-4 chansons et un opéra joué de façon ennuyeuse de Saint-Saëns, et c'est tout. Avant l'interview, j'ai quand même un peu préparé et j'ai été regarder l'opus de Saint-Saëns. Il y a 420 œuvres. Il n'y a rien de faible. Mais quand je vous dis rien de faible, il n'y a rien de faible. Si c'est pour une petite dame ou une chorale paroissiale, ça sera de leur niveau et ça sera beau et ça va élever les gens à quelque chose d'intéressant. Het aquarium. Hoe vissen waterachtig in het ijle staren, prachtig, hun lijfjes glimmend glad. Ze zeggen oh, ze kussen. Maar met dat glas ertussen wordt het helaas nooit wat. Ja, natuurlijk, ik heb eerst het origineel bestudeerd. En dan moet je natuurlijk gaan kijken, hoe is die factuur gemaakt? Hoe zit die schriftuur in elkaar? Bijvoorbeeld aquarium, om maar iets te zeggen, hè, waar je dan gelest en zo gebruikt. Ja, die heb ik niet. Hè. Hoe gaat je dat dan oplossen met de middelen die je krijgt? En dus, muzici hebben mij gezegd dat het een verrijking is, de partituur, omdat ik eigenlijk geprobeerd heb... Enerzijds, vooral wat de strijkerspartijen betreft, heb ik geprobeerd waar mogelijk zo getrouw mogelijk het origineel te behouden. Dus er zijn een hele hoop beslissingen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat het sextet zo optimaal mogelijk is. En, vond ik het grote voordeel, iemand gelijk Roland speelt ook basklarinet. En ik vond dat een enorme plus. Bepaalde nummers van Saint-Saëns heb ik op de basklarinet voorzien. En dat geeft, denk ik, een heel geschikt effect. De olifant. Politiek is een solide olifantenpyramide die zich hijgend installeert net als er een muis passeert. Ik denk dat Piet de klarinet heel goed aanvoelt. In dit geval ook nog de basklarinet, want natuurlijk een aantal dieren, zoals de leeuw, zoals de olifant, dat zijn de schildpad, zijn zware, diepe dieren die... Hij vroeg mij dan ook van, ja, zou je dat willen doen, spelen op de basklarinet, want die dieren hebben dat toch wel nodig. Ik heb dat ook gedaan, dus, maar ik vind dat hij de klarinet heel goed gebruikt. Ook de manier waarop hij mengt met de andere instrumenten, dat is de reden waarom ik Brahms de belangrijkste componist vind voor mijn instrument. Dat is, Brahms gebruikt de klarinet niet als, hier is een solist, begeleid door een klein orkestje, namelijk een strijkkwartet, maar hij mengde heel erg veel. Hij gebruikt de klarinet als een vijfde strijkinstrument. En dat doet Piet ook een beetje. Dat vind ik wel heel mooi. Mijn algemene ervaring is altijd natuurlijk dat de live uitvoering
in feite niet vergelijkbaar is met die gegenereerde, gesampelde uitvoeringen die ik op een computer hoor. Dat zijn eigenlijk maar richtlijnen. Dus wat gemist is natuurlijk de interactie van mensen die dat spelen. En ook de levendigheid van de klank. Ik bedoel, een strijker die zo'n grote variëteit aan kleur en vibrato en boogvoering heeft, dat ga je natuurlijk op een computer niet horen. Ik beschouw die samples ook altijd meer als een controlemiddel. Maar het heeft ook een gevaar in zich dat je gefixeerd bent door een bepaald tempo misschien dat je op een computer hebt voorgenomen of een bepaalde sterkte of een bepaalde soort balans die opeens er niet is. En bijvoorbeeld de eerste violist Nicolas heeft mij ook soms gezegd in de Saint-Saëns, ja, dat zijn bepaalde de zaken die ik dan toch wel een beetje te virtuoos had gezien. En dan stelt hij alternatieven voor en dat wordt uitgeprobeerd. En eigenlijk, ja, moet je hem gelijk geven, het werkt. En dat is het nadeel van zo'n klankbibliotheek, dat je soms waanzinnige dingen bedenkt die soms werkelijk niet speelbaar zijn. We spelen nu de rum. Ah ja, oké. Oké, jawel, ja, kijk. Maar ik heb het echt waar zo letterlijk overgenomen. Ja, staan de factituur. Zeg, waar? Ja, het mag zelfs iets meer zijn, toch? Ja. Oh, natuurlijk. Die laatste drink is wel pas. Ja. Ja, ik ook, ja. Ik doe ook. Ja, wacht hier. Ik ben vergeten. Ik ga hier hetzelfde. Waar heb ik dat niet veranderd? Ja, ene niet, die wel. Oei. Spelen met je eigen ensemble is toch altijd bijzonder. Ik vind het, ik heb de afgelopen 20 jaar met best wat muzici, strijkkwartetten, pianisten mogen spelen. En dat heeft mij altijd verrijkt. Zo van, ik heb nooit het gevoel van de manier hoe dat ik het Mozart-quintet of Brahms-quintet of een of ander trio speel, dat het zo zal moeten zijn voor de rest van mijn carrière. Ik vind het altijd leuk om nieuwe feedback en nieuwe informatie te krijgen. En ik wil dat ook nog tot mijn laatste noten blijven krijgen. Maar het viel mij op dat toch telkens met nieuwe mensen te spelen, dat je toch wel telkens van nul moest beginnen. Hè? Want je moet over tempo, over boogstreken, over ademhalingen, noem maar op. En dat maakt het zo leuk om met je eigen ensemble te werken. Ik denk dat in de bestiaire van Piet Zwerts bepaalde concepten die Saint-Saëns heeft aangewend om zijn carnaval vorm te geven, wel terugkomen. Het is overduidelijk een inspiratie geweest voor hem om ook die dieren in eenzelfde stijl te portretteren. Uiteindelijk, de aard van een dier is ook wat dat is. Daar kan je niet plots 10 verschillende karakters aan verbinden. Dus ik denk dat dat er wel logisch is. En ook als men dan de werken naar elkaar uitvoert, zoals dat we binnen dit project doen, dat je dan ook de relatie tussen beide werken goed kan zien. Ik denk dat dat ook echt de bedoeling is geweest van hem om dat zo te doen. Met dat verschil dat de bestiaire veel meer diertjes heeft nog en dat het dubbel zo lang duurt in uitvoering enzovoort. Dus het is, het is echt een lijvig werk waar hij denk ik wel heel wat Latijn heeft ingestoken om dat zo mooi mogelijk voor ons ensemble te schrijven. Ik denk dat hij daar wel in geslaagd is. Een heel mooie combinatie van het eerste werk van Piet Zwerts, karakterstukjes, schertsend, net zoals Saint-Saëns, heel veel muzikale verwijzingen, verrassend ook, grappig en heel visueel, heel beeldende muziek. Net zoals Saint-Saëns
Ja, heel, heel bijzonder verfrissend. Ik vond de vertolking van de dieren prachtig. De manier waarop ze met de verschillende instrumenten die dieren nabootsten, dat kon je echt voelen. De samenhang met die poëzie en ook de mooie tekeningen, dat is ook wel een zekere meerwaarde. Die gedichten zijn niet gemakkelijk. Dat zijn inderdaad moeilijke gedichten die ook verwijzen naar moeilijke mythologische dingen en zo. Maar die tekenaris heeft dat perfect begrepen. En ook de muziek past daar eigenlijk wel goed bij. Dus ik ben op zoek gegaan naar zowel een soort van menselijk karakter in die dieren. In bijvoorbeeld als de uil bijvoorbeeld wordt dan beschreven. En ik probeer gewoon echt die tekst te lezen. En mij eerst voor te stellen welke mens zou dat zijn in onze maatschappij. Welk personage, welk menselijk personage stel ik me daarbij voor. De slang. Je valt, doortrapt en vreet de schoonheid aan. O, welke vrouw heb jij niets aangedaan? Eva, Cleopatra, Eurydice, en zo ken ik er nog wel minstens twee. Ja, dat dramatisch beeld eigenlijk van Apollinaire. In olifant omgezet, dus het is de olifant met zijn bandage. En het is eigenlijk ook het enige gedicht waarin dat hij echt spreekt uit een soort van ik-persoon, waar dat hij zegt van ik als dichter, het is allemaal zo glorieus niet. Hè. Ik kan er eigenlijk niet van leven van mijn tekst of van mijn poëzie. Maar ik draag wel in mijn mond de mooie woorden die ik heb, zoals dat een olifant eigenlijk zijn ivoor draagt die dan waardevol is. Maar ja, de olifant gaat er dan ook weer aan dood, dat hij die ivoor heeft. En bij het konijn is dat dan, ben ik vertrokken van een portret van Marilyn Monroe. Van het toppunt van de vrouwelijke, wulpse, mooie vrouw. En die heb ik die proberen omzetten eigenlijk in konijn. Dus het is een heel uitdagend konijnenvrouwtje geworden. Het is behoorlijk pikant eigenlijk, maar daardoor is het zo aantrekkelijk, denk ik eigenlijk. En ik denk dat dat in mijn stukken ook zo is, maar de mensen hebben nog niet altijd onmiddellijk die pointes door, denk ik. Ik moet die teksten lezen, moet het dan begrijpen. En soms zijn ze meer verdoken, misschien minder uitgesproken dan bij Saint-Saëns. Maar in het geheel gesproken, het is echt een zeer mooi geheel. En iedereen komt aan zijn trekken, vind ik. En de balans was goed. Het zijn topmuzici, hè. Maar ik heb eigenlijk... Nee, ik vind het echt. Ik sta een beetje versteld eigenlijk.